Arthur Numan speelde 45 interlands. Wij vroegen hem naar zijn favoriete oranje moment. Toch het toernooi in 98. Gewoon hoe dat allemaal geregeld was. We zaten toen op een berg in Monaco en daar vandaan vlogen we overal naartoe. Maar ook de kwaliteiten die we in die ploeg hadden. We hadden gewoon een elftal wat in die finale had kunnen staan en een wereldkampioen had kunnen worden. Ja, helaas werden we toen uitgeschakeld in de halve finale, maar dat toernooi dat zal me altijd bijblijven. En als je uit dat toernooi dan één moment mag kiezen? Toch wel die ene veerende wedstrijd tegen Argentinië. Ja, ik kreeg helaas een rode kaart, maar het was een hele beladen wedstrijd waarin zelf ook van die Argentijnen iemand een rode kaart kreeg. Bergkamp die in de laatste minuut scoort en dan weet te kwalificeren voor die halve finale. Ben jij zo'n beetje de enige Nederlander die doelpunt van Bergkamp hebt gemist dan? Ik zat in de kleedkamer op een schermpje te kijken, maar ik moet zeggen, ik sprong bijna met mijn hoofd tegen het plafond, zo blij en opgelucht was ik.